deze uitzending hebben we het gehad over innovaties in de Vlaamse voertuigindustrie. En een van de innovaties die regelmatig is aan bod gekomen, is het wiel. Het wiel op zich heeft heel wat evoluties meegemaakt. We gaan van een vol stenen wiel naar een hol wiel. Waar kunnen we nog een verandering teweeg brengen? Bijvoorbeeld het balanceren van een wiel. Vandaag gebeurt dat op het plaatsen van gewichtjes rond het wiel. Als wij gewoon een los zakje zand zouden in het wiel gieten, dan zou het aan de snelheid zelf balanceren. Het ideale wiel is natuurlijk geen wiel. Ons wiel is weg. Wat blijft er over? Ons onderstel. Hoe gaan we nu van A naar B? Kunnen we water gebruiken om het onderstel van A naar B te krijgen? Moeten wij dan een soort van klein Venetië maken van onze autostrades? Of kunnen wij ergens ons onderstel laten geblazen of naar beneden geblazen? Ik denk aan het hoeverkrachtsysteem waar we toch met een luchtdruk van A naar B kunnen. We kunnen zelfs nog verder gaan. Ik denk dan aan een veldweg. Niet aan een traditionele veldweg, maar meer aan het magnetisch veld. Kunnen we bijvoorbeeld de bestaande autostrades omdraaien en magnetisch velden plaatsen waar we ons onderstel kunnen opplaatsen en daardoor glijden, wrijvingloos glijden van A naar B. Wel, ik vat het voor je even samen. Uiteindelijk zijn het allemaal voorbeelden om aan te tonen dat innovatie een continu proces is van meerwaarde te creëren. Meerwaarde, meer van de voordelen, meer van de goede dingen, minder van de nadelen, minder van de slechte dingen. En nu is het aan u.